EasyLink is een connected multimedia systeem dat regelmatig updates krijgt om optimaal te presteren. Druk op autogegevens in het hoofdmenu om informatie over uw multimedia systeem te bekijken. In het gedeelte voertuig kunt u de bandenspanning controleren en naar de reset-procedure gaan door bandenspanning te kiezen. Door op eco-rijden te klikken hebt u toegang tot gegevens over energieverbruik voor uw ritten en uw score voor ecologisch rijden. Druk hier in het gedeelte systeem om de update-status te bekijken. Uw multimedia systeem wordt overigens automatisch bijgewerkt via verbonden services. U kunt echter wel ook handmatig updates uitvoeren. Gebruik het menu Software Update om de versie van de boordsoftware te bekijken en het serienummer. Kies Controleer op updates om naar de lijst met beschikbare updates te gaan. Druk op Installeren om uw gekozen update te starten. Gebruik het menu Kaart Update om alle geïnstalleerde kaarten van uw navigatiesysteem te bekijken. Bedenk dat handmatige kaartupdates omvangrijk kunnen zijn en een USB-stick vereisen. Wilt u tenslotte uw multimedia systeem terugzetten naar fabrieksinstellingen, druk dan op Fabrieks Reset. En druk vervolgens op Ja of Nee om uw keuze te bevestigen. Let op, al uw persoonlijke instellingen gaan hierbij verloren.